Hey, dag Stef. Hey Hans. Ik heb een vraagje voor jou. Het is al jaren dat we dingen samen doen, dat we samenwerken. En het is mij altijd opgevallen dat wanneer dat jij een verhaal vertelt, dat of dat daar nu 2 man naar luistert of 100 man, dat die mensen zo in één keer allemaal zo bam, Ja. geboeid meeluisteren, alsof dat ze daar naartoe gezogen worden. Ik heb je dat professioneel zien doen. Ik herinner mij ook nog een verhaal dat je verteld hebt tijdens een cursus die we in Spanje georganiseerd hebben met een aantal studenten. En we dat Ja. allemaal s'avonds, het was al bijna nacht, op een betonnen plateau lagen van ergens een onafgebouwd of een onafgeraakt gebouw. Onafgewerkt En gebouw, hij ja. toen een verhaal vertelde over een kasteel waar van alles in gebeurde en een uitstap met vreemde wendingen. Ja, En wij ja, lagen er ja. allemaal zoiets van: En wow. allemaal Hoe echt doe jij gebeurd. dat? En Ja, waarom zou ik, en waarom zouden zoveel mensen dat willen weten? wel, er is een truc aan, hè. Ja, en dus visual storytelling heet dat dan, hè. En het gaat erom dat je eigenlijk levendige beelden kan creëren en overbrengen. Eigenlijk creëer je die beelden in de hoofden van de mensen. En als je dat op de juiste manier oplaadt, hè, met voldoende tactiele informatie, visuele informatie, en voldoende emotionele gewaarwording, ja, dan captiveer je zo de aandacht van de mensen en dan kun je ongelooflijke dingen doen. Dat is, ja, dat is, het is eigenlijk, ja, er is dan al zoveel dingen, er zit een truc aan, het is geen geheim, maar het is wel een skill die je kan ontwikkelen. Zalig. En als je zegt het is een skill die je kan ontwikkelen, wie is die je dan idealitair? De je in dit verhaal, dat is iemand die zegt van, goh ja, ik heb wel soms al behoefte om mensen te inspireren, mensen in beweging te krijgen, mensen te motiveren, of gewoon in een gewone doordeweekse babbel een keer ja, iets te kunnen brengen dat je van ziet dat de mensen er echt van genieten om naar jou te luisteren. En dat is natuurlijk wat heel veel mensen willen, hè, dat mensen gehoord worden, hè. Dus, en of dat dan nu in de business context is of de privé context, dat maakt eigenlijk allemaal niet uit. Maar eigenlijk als je een goede verhalenverteller bent, ja, dan kun je mensen in beweging zetten. En dat is, denk ik, ja, toch iets Dus moois om te kunnen doen. of je nu iemand privé bent die dat wil gaan doen, of iemand in een managementfunctie, of gewoon een medewerker die graag iets doet, of een Ja, marketeer of een of sales. je bent op een date en je wil je date in vervoering Maar brengen. ja, kijk, godverdorie, daar had ik zelfs nog niet aan Ja, gedacht, hè. natuurlijk. Dus eigenlijk is Ja. voor iedereen, en het enige wat iedereen dan nog hoeft te doen, is de agenda nemen en Ja. welke datum te blokkeren. 14 juli 2020. Top. Doen. Van 9 tot 5, vermoedelijk. Want nadien ga je perfect kunnen aan je partner of je toekomstige partner tijdens een etentje over een kaarslicht en een heerlijk glaasje wijn kunnen verhalen wat je allemaal geleerd hebt in deze workshop.